Herman van Amsterdam heeft de eerste Teylinger Geschiedenisprijs gewonnen. Meneer van Amsterdam, hoe trots bent u op deze prijs? Nou ja, toch wel zeer trots, moet ik zeggen. Ik ben de eerste die hem uiteraard ontvangt. En hij ziet er bovendien heel bijzonder uit. Ik had er wel een bepaald idee van. Ik had een schets op papier gezien. Maar nu ik hem echt in de handen heb, zeg ik zo. Dat is een fraai kunstwerk, zou je ook kunnen zeggen. En nou ja, goed, ik kan hem zo eens eventjes laten zien. Je ziet ook dat de initialen van de drie historische verenigingen erop staan. En ook de gemeente zelf, Teylinger, heeft hier iets opgezet. En er staat nog iets ingegraveerd, maar ik heb nu op dit moment niet mijn bril op, dus ik kan het niet helemaal melden. Oh, wacht, ik zie het al. Teylinger, Sassenheim, Warmond. En er staat 2021 op, maar vanwege corona is het natuurlijk allemaal een beetje opgeschoven. We zitten inmiddels wel in 2022, maar het maakt de prijzen niet minder mooi om. Goed, nu heeft u hem gekregen voor uw gehele oeuvre, want u heeft meer dan 60 publicaties gemaakt. Welke springt er wat u bovenaan? Noemt u er dus één of twee? Ja, nou als ik er per se twee moet noemen, dan pak ik er eerst eentje uit die wel met de bollen te maken hebben. En dat heet Baarzen en Knechten. Waarin dus ik ook beschrijf hoe de verhoudingen een beetje waren op het land en in de schuur. En hoeveel er gebuffeld is op het land en in die schuur. En dat was een heel leuk boek om aan te werken. En waar ook veel mensen aan hebben meegewerkt. Omdat ook veel mensen uit de streek die in de bollen hebben gewerkt, die hebben mij materiaal toegestuurd. Dus iedereen was enthousiast over het onderwerp. Dus ik raakte daar een gevoelige snaar mee. En dat is altijd leuk als je dat met een boek kan doen. Het tweede boek, wat ik nu even noem, dat heeft verder niks met de bollen te maken. Hoewel, ja toch ook wel. Dat gaat, een van mijn recente boeken, gaat over mijn vrijwilligerswerk op de kerkhof van de Pancratius in Sassenheim. En daarin beschrijf ik ook hoe ik gedurende 4 seizoenen daar ben rondgegaan. En wat ik daar heb beleefd. En op dat kerkhof, daar liggen ook heel veel mensen die uit de bollen komen. Maar daar liggen dus de bazen naast de knechten. En er wordt door niemand natuurlijk een probleem van gemaakt. Ze zijn daar gelijk aan elkaar. En ze liggen ook in zand. Dat, ja, laat zeggen, ook op het bollenland volop aanwezig was. Dus ook een beetje in een vertrouwde grond, zou je kunnen zeggen. Nou, en daar gebeurde heel veel. Dat heb ik ook allemaal beschreven. Dus dat is ook een boek waar ik goede herinneringen aan heb. Maar ik heb natuurlijk ook herinneringen aan boeken over de jaren 50 of over de oorlogsjaren. Dus elk boek heeft mij een bepaald enthousiasme gegeven. Mede door u hebben heel veel bollenstrekers de streek ook veel beter leren kennen. Ja, in elk geval ook qua mentaliteit die er is. Zelfs hoe er in de bollenstreek wordt gesproken, de taal van de bollenstreek. Ik heb ook een boekje gemaakt dat heet Me Benne Schofte. En dat is vertaald eigenlijk een beetje, we zijn aan het schaften. En dat zijn ongeveer 1000 uitdrukkingen over ja, wat er op het bollenland in de bollenschuur wordt besproken. En een beetje in de taal van het land. U gaf u net ook al aan toen u vanuit de wethouder van Kempen de prijs overhandigd kreeg. Dat ze voorlopig niet van u af zijn. Ik zei, ik ben 73 lente jong en ik ga nog lekker verder. Met welk boek als eerste? Ik denk dat ik nu als eerste een boek ga samenstellen, daar ben ik al mee bezig, over Panorama Tulipland. Daar ben ik de initiatiefnemer van. Het is nu zo'n jaar of 15 geleden dat werd afgesloten. En ik heb er heel veel materiaal over. Het lijkt me leuk een soort herinneringsboek over die jaren te maken. En nou, mijn handen jeuken om daarmee aan de slag te gaan. De jury heeft na amper beraad gekozen voor meneer Herman van Amsterdam. Unaniem? Unaniem, en daar waren we gauw weer klaar, want Herman van Amsterdam is echt heel goed bekend in de streek en ook in Sassenheim. En bovendien is het gewoon een hele aimabele man. Dus dat was binnen het bestuur absoluut geen discussie over mogelijk. Dat was makkelijk en hij heeft het ons erg makkelijk gemaakt. Ja, hij heeft meer dan 65 publicaties gemaakt. Het is een oeuvreprijs, hè? Het is een oeuvreprijs voor zijn hele werk. Hij is vroeg begonnen. Hij is begonnen als journalist eigenlijk. Voor Leids Dagblad heeft hij gewerkt. Het Algemeen Dagblad heeft hij gewerkt. Daarna is hij voor zichzelf gewerkt als publicist. En uiteindelijk is tot die 65 boeken gekomen. Veel documentaires en veel romans, streekboeken, zeg maar, over de bollencultuur. En dat maakt het met name natuurlijk zo interessant voor de cultuurhistorische verenigingen. Want nu ligt het allemaal vast. Het ligt in de archieven vast. Al die mooie verhalen die je echt
haalde uit de Bollestreek, uit echte bolle werkers ook. Hij ging naar het land toe, hij sprak met de baas, hij sprak met de knechten. En dat moet je toch vastleggen. En wij zeggen wel als cultuurvereniging, jongens, we moeten meer mensen gaan interviewen. En er is zoveel nog, en daar zijn al die mensen overleden. Maar hij heeft het eigenlijk al voor, denk ik, 80-90% gedaan. En het staat op papier. Dus dat is eigenlijk gewoon een schat van informatie voor de Bollestreek. Ja, maar meneer Pop, hoe belangrijk is die Teylinger Geschiedenisprijs dat hij er nu is gekomen? Nou, de prijs stimuleert natuurlijk de cultuurvereniging om elk jaar weer uit te reiken aan een persoon die dat ook werkelijk verdient. Hè, met Herman, die ging natuurlijk heel goed schrijven, veel schrijven. Maar dadelijk is de beurt aan Voorhout. Dus je moet iemand zien te vinden die hoeft niet in competitie met Herman, dat kan bijna niet. Maar een goede schrijver zien te vinden die gestimuleerd is of uit eigen kracht de geschiedenis van zijn dorp of een bepaald aspect van de geschiedenis van een dorp beschreven heeft in meerdere artikelen liefst natuurlijk. En nou, ik denk dat de meeste cultuurverenigingen wel zo'n persoon hebben of soms meerdere personen. Maar het kan toch stimuleren om zo'n man toch weer tot nieuwe ideeën te brengen. Zeg, ik ga nog eens een keer een mooi artikel over dat verhaal, over dat onderwerp schrijven. En dan kan de cultuurvereniging dat op een gegeven moment voordragen binnen zijn bestuur. Zeg, zullen we hem eens een keer vragen voor een geschiedenisprijs? U kreeg de meneer van Amsterdam niet alleen maar lovende woorden en een bos bloemen. Hij kreeg ook een heel mooi piramide, een concrete prijs. Door wie is die gemaakt en wat stelt het voor? Die is door meneer Kruijmen gemaakt in Warmond. Die kenden we, althans de Warmelda, cultuurvereniging in Warmond, kende meneer Kruimel. En het is een piramide van acryl. En daarin hebben we laten graveren het wapen van Teylinger en de drie logo's van de verenigingen. En om het maar een beetje in de toekomst te kijken, we hebben er vast maar 9 besteld. Dus tot 2029 zijn we klaar. Elk jaar dus een nieuwe prijs met een nieuw jaartal erin. En de cultuurverenigingen kunnen die uitdaging aan om die dan uit te reiken aan de beste schrijver in hun dorp. Het goede nieuws is, het is geen wisselprijs. Degene die hem wint mag hem houden. Hij mag hem als perspectief gebruiken. Hij kan hem op zijn bureau neerzetten. Hij kan hem op de vensterbanken neerzetten. Hij stond bij mij in de zon en hij schitterde als een soort kristal. Dus het is echt wel een leuk dingetje. Het is niet heel groot, maar het is toch een fijn dingetje. Heel mooi. Ja, het is ook mooi dat Herman van Amsterdam, wat inderdaad een begrip is, ook buiten de Bollestreek, als eerste deze prijs heeft gewonnen. Ja, dat lag gewoon voor de hand. Iedereen, nou niet iedereen kent hem natuurlijk, maar hij is zeer bekend door al zijn boeken. En ja, zijn boeken staan in veel kasten van bolle liefhebbers, laat ik het zo zeggen. Je kan het bijna niet omheen als je het over de Bollestreek hebt.